Geloven jullie het als ik zeg dat ik vandaag Trump Tycoon speel? Nee? Dan zou ik dat toch maar doen. Welkom bij de allereerste video van Trump Tycoon in Roblox. Mijn naam is DutchTuber, misschien wist je dat al. Als je dat al wist, dan kun je dat bewijzen door een like op deze video achter te laten. Wij gaan beginnen. Ik heb werkelijk waar geen idee waar deze tycoon om draait. Het enige wat ik weet is dat Donald Trump de president is van de Verenigde Staten. En dat hij dus apparently zijn eigen tycoon heeft. Zou hij ooit zijn eigen tycoon hebben gespeeld in Roblox, jongens? Wat denken jullie? Laat het in de comments weten. We gaan er een leuke video van maken. Oh my gosh. Er is ook letterlijk een megamuur gebouwd. Dit gaat helemaal nergens over. Nou, laten we er gewoon een leuke video van maken. Ik heb wederom, zoals ik net dus ook al zei, geen idee wat je in deze tycoon kunt doen. En überhaupt wat er gaat gebeuren in deze tycoon. Wat is dit? Ah, oh, hier moet je uiteindelijk de muur gaan plaatsen. Oké, let's get it, jongens en meisjes. Touch to claim. Wij hebben officieel onze Trump tycoon geclaimd. Nou, wat moeten we doen? We beginnen heel erg simpel met het neerzetten van, ik denk, de eerste dropper, zoals je dat in alle tycoons moet doen. Voor 20 Robux kun je je lopende band upgraden, zodat hij 2 keer sneller gaat. Nou, op zich 20 Robux. Hey! Wat is dit voor oplichting? Er staat in tekst boven dat het 20 Robux kost. Maar wanneer je het dan wilt kopen, kost het 25 Robux. Ja, weet je goed, ik ben zo open-minded hierin gegaan. Dus zonder voordeel, of dit nou stom of leuk of wat dan ook gaat zijn, dat ik dit soort kleine uitgaven nog wel wil doen. Voor 15... Voor 15 Robux kunnen wij een diamond investment doen. En er staat nog bij huge profits. Oftewel grote winst. Dat kan ik denk ik het beste zeggen. Nou, laten we het gewoon proberen. Normaal gezien zijn dit soort dingen in games namelijk veel en veel duurder. Dus voor 15 Robux kan ik het nog wel doen. Laten we beginnen met investment 1. Investering 2, investering 3, investering 4, investering 5. En we kunnen hier een diamond upgrader kopen. Let's just do this! Donald Trump denkt niet na over zijn uitgaven. Tenminste, daar kun je wel van uitgaan als je een van de welvarendste personen ter wereld bent. En op basis daarvan besluit ik maar gewoon om precies hetzelfde te doen. Oké, wij hebben inmiddels $1700 verdiend. In totaal geeft ons dat 10.000. Wij kunnen hier een materializer kopen en een colorizer. Hiermee kunnen wij dus de keuze maken wat voor soort product wij willen fabriceren om het geld mee te verdienen. Laten wij gaan voor de lichtgevende gele blokjes. Dat ziet eruit als goud en goud is natuurlijk hartstikke zeldzaam. Wat kunnen we nog meer doen? Wij kunnen hier double cash kopen. We kunnen zelfs 5 keer zoveel cash kopen. Oh nee, laat maar, dat is niet te koop helaas. Oké. Jongens, ah, jammer. Er was een banhamer te koop, staat linksonder in beeld. Maar helaas kan dat dus ook niet. We gaan eens even kijken wat we wel kunnen aanschaffen. We kunnen voor 1000 de nieuwe investment doen. Hiervoor 8500 nog een keer. Nou, laten we gewoon eerst al die diamond upgraders kopen. Ik ga het gewoon doen. Ik probeer mezelf echt even in de schoenen, de stinkerige, bezweten schoenen van de pruikdragende Donald Trump te zetten. Nee, een grapje jongens, ik weet niet of hij een pruik draagt. Dat is toch altijd die memes die er worden geplaatst, alsof hij dat zou doen. Nou, plaatsen we er nog eentje, hopsakeetje, en dan plaatsen we er hier nog eentje. Let's get it. Oh my gosh, ik weet... Uh-oh, jongens. Er zit iemand achter ons aan. Hij ziet waarschijnlijk de vooruitgang die wij boeken en wilt ons waarschijnlijk beroven van al onze mooie producten. Wij kunnen de muur... Oh nee! Oh nee, jongens. Oh. Ah, ik dacht heel even dat hij me ging aanvallen, maar schijnbaar valt het mee. We kunnen hier dus de muur maken. Let's get it. Oh my gosh. Oké. Oh, we kunnen hem ook hoger maken. Wat? Oké, let's go. We maken hem waarschijnlijk iedere keer bij elke upgrade een stukje hoger. Doe normaal, jongens en meisjes. Oh my gosh. En wat nou als we gewoon 75.000 cash erbij kopen? Kan dat? Oh my gosh. Ik kan hem nu denk ik in één keer heel erg hoog gaan maken. Even kijken. Oké, daar gaan we, jongens. Laten we hem gelijk een stuk hoger maken. Let's go. Bam. Oh my gosh.
Kijk dan, jongens. Wat? Dit is huge. Kijk hoe ongelooflijk hoog deze muur is. What the heck. Oké, dat gedaan te hebben, incasseren wij ons geld, wat er best wel snel bij komt. En kijken wij even welke investments we nog kunnen maken. We kunnen hier een website maken. Wat? We kunnen zelfs het Trump Hotel maken. What the heck. Hoe duur zou dat zijn? Hoe duur zou Donald... 500. Ah, nee, wacht, ik snap het al. Het oppervlak wat jullie hier zien, dat is het op... Oh, wacht even. Ik heb een zwaard gekregen. Kijk, dat is nice, jongens. Let's go. Oh, yes. We hebben de eerste persoon ingemaakt. Super chill. Wij hebben 15.000 nodig voor de eerste lift. Kunnen we niet gewoon... We kunnen 1 miljoen kopen. En er zijn nog bij small loan. Want Donald Trump zei ooit dat hij een klein bedrag van een miljoen had gekregen van zijn vader. Een klein bedrag van een miljoen. Nou, kan je vertellen... Voor deze rakker hier is een miljoen. Heel erg veel. En ik denk dat ik dan voor de meeste mensen spreek. Maar goed, Donald Trump, hè. We gaan eens even kijken wat wij nog meer kunnen plaatsen. Overigens, het lijkt me wel heel erg grappig als we uiteindelijk deze tycoon gewoon hebben afgemaakt. Lijkt me toch wel een soort van prestatie. Even kijken. Ik weet eerlijk gezegd niet... Oh gosh. Oh gosh. De Ice King Sword Giver. En wat hebben we hier? Hier hebben we de Crimson Overlord Sword. Wat? Wat doet Donald Trump met al deze zwaarden, jongens? Tell me. What the heck? Dit is zo raar. Oké, we gaan eens even kijken hoeveel geld wij de afgelopen paar minuten hebben verdiend. 12, bijna 13.000. Super chill. Laten wij daarmee even een nieuwe... Of kunnen we dat nog niet? Nee, dat kunnen we nu niet. Kleine 10.000 erbij, dat is te overzien. Kijk, nu kunnen wij in ieder geval een productivity upgrader kopen. Dus dan zijn we wat productiever. Hier kunnen wij increased sales. Dus dat zorgt er als het goed is voor dat wij meer zullen verkopen. Zo raar. We kunnen een snoep, pijl en boog kopen. Wat is dit? Er zijn 5 verdiepingen die je kunt unlocken in deze tycoon. Er staat hier... Koop verdieping 5 om meer tools en meer morphs te kunnen kopen. Morphs? Misschien dat wij dan uiteindelijk zelf wel in Donald Trump kunnen veranderen. Oh my gosh, jongens. Oké, nee, dit is echt super geinig. Save Tycoon, let's go. We saven hem eventjes. En dan gaan we ondertussen even kijken... Wat is dit? Kunnen wij nog een bepaalde investering doen? Ja, 2 keer snellere loopbanden zouden we op zich kunnen doen. Handig is het natuurlijk wel. We kunnen zo meteen... Ik wil eigenlijk het standbeeld van Donald Trump kopen. Ik wil eigenlijk het standbeeld. Oh my gosh. En wat is dit? Ga weg jij, idioot. De owner door. Kijk, nu kan er in ieder geval niemand meer bij ons naar binnen komen. Dat had Donald Trump waarschijnlijk ook gewild. We gaan eens even kijken. 1400 erbij. Dat geeft ons 15.000 in totaal. En daarmee kunnen wij op dit moment nog niet heel erg veel, denk ik. We kunnen hier 30.000. Nou, dan koop ik nog een kleine 75.000 erbij, jongens. Normaal gezien doe ik nooit zoveel uitgaven in één video. Maar ik wil gewoon zo snel mogelijk, net zoals Donald Trump wilt, zoveel mogelijk geld verdienen. Let's get it. Kijk, super nice. Maar wat ik alleen niet snap, is er zijn hier upgraders. Ah, ik snap het denk ik al. Wij moeten hier iets... kopen, waarmee alles aan elkaar gekoppeld wordt, denk ik. Want hier zie ik namelijk nog geen dropper, maar je kunt er wel upgrades kopen. Oké, jongens en meisjes, ik ga het gewoon doen. Ik ga nog 1 keer 75.000 cash kopen, want wij gaan het standbeeld van Donald Trump kopen in 3, 2, 1... Oh my... Dit ding is huge. Like, dit ding is echt niet normaal groot. En wat kunnen we hier nog aanschaffen? Een limousine. Oh my gosh. Dat is echt sick gewoon. En wat kunnen we hier doen? Donald Trump sign. En wat is dit voor 10.000? De entrance. Oh gosh, jongens. Deze tycoon is huge. En we hebben de eerste lift gekocht. Nou ja, goed. Ik ben tevreden voor deze video. Hey, wil je nou mij de volgende aflevering een limousine zien kopen en meer zien doen in Trump Tycoon? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Bedankt voor het kijken. Laat in de comments weten of jullie hier meer afleveringen van willen zien. Hey, niemand kan hier komen, want de muur staat.
Het slaat helemaal nergens op dit. Het is natuurlijk ook allemaal volledige comedie. Het is allemaal niet serieus, maar het is wel heel grappig om te zien. Bedankt voor het kijken en ik zeg tot de volgende keer. Adios.